Deze 15 portacabins staan er klaar voor. Op het terrein van de Hulze aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen kunnen straks 30 dak- en thuislozen in de winter overnachten. De slaapplaatsen zijn bedoeld voor daklozen uit de hele regio. Vaak gaat het om zorgmeiders en buitenslapers, mensen die meestal niet bij een reguliere locatie aankloppen. De slaapplaatsen zijn vanaf maandag beschikbaar tot 31 maart.